Okay, gel polish. Burning orange. Yeah, and the ochre yellow. Oh, dat is een oud flesje dan, hè? Yellow is yellow. Grappig, hè? Die sleeves van nu dan. Zo mooi, als je dat vergelijkt. Neon green. Neon, ja. We proberen goed mee te kijken natuurlijk. White is white, uiteraard. Of course. En een relatief korte tip voor Julia. Ja, dat is een keer wat anders. Ik begin natuurlijk met het aanbrengen van één laag. Ja, ik denk dat ze een ombre gaat doen. Ja. Kijk, en dan met de oker. Dan ben ik benieuwd of ze die ombre ook op een andere manier doet dan dat we gewend zijn. Vast wel, Pepijn, vast wel. Ja, dat denk ik ook, ja. En al deppend. Ja, mooi. Heel mooi. Okay. Wacht even. Hè? Wacht even. Oh ja, ze gaat er twee tegelijkertijd doen. Oh ja, dat doet jullie altijd. Ja, dat doet jullie altijd. Ja. En die is dan natuurlijk weer spiegelbeeld. Af en toe raak je de kluts een beetje kwijt. Inderdaad. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. Ik dacht, Rosine wel, ze doet het echt anders, die ombre. Dat is gewoon een andere tip. Eerst zo en dan zo en dan zo en dan zo. Ja. Daarom lukt het me nooit. Oké, en alweer deppend, heel zachtjes. Ja. Ik blijf dat lastig vinden, het maken van ombre met gel polish. Ik ook, maar daarom is het ook zo leuk dat Linda binnenkort daarmee live gaat. Ja, volgende week. Want ze heeft het al een keer eerder gedaan, hè, Linda. En daarna lukt het mij gewoon. Ja. Dus dat is zeker een aanrader. Wat wel belangrijk is dat de viscositeiten van de gel polish zeker hetzelfde zijn. Ja. Nou, het design gaat beginnen. Ze gaat natuurlijk mengen. Door de yellow is yellow. Een beetje van die oranje tint. Oh, kijk, dan wordt het een mooie pastel. Volgens mij gaan we de buitenschil, schil niet, het vruchtvlees. Ja, daar gaat ze mee beginnen. Misschien een beetje lastig op camera. Ja, tijdens het editen dachten we ook op een gegeven moment even van wat wordt het wat nou, doet hè? Ze? Want jij volgt natuurlijk die stappen terwijl ze bezig is. Maar dat fruit is ontzettend populair. Ja, en het is ook gewoon lekker vrolijk. Ja. Hoewel het niet iets is waarvan ik in eerste instantie zou denken, goh, ik doe lekker fruit op mijn nagels. Nee. Maar na vorige week, dat met dat prachtige blauw, dat was wel, toen dacht ik wel, oh ja. Oh, glass gel polish. Of course, die misten we nog. Die gebruikt een beetje om het binnenkant en de buitenkant een beetje schaduw te geven. Ja, en dat is gewoon prachtig, omdat het transparant is, hè? Dus je kunt ook echt... Je denkt nu, het is een beetje een hazelnoot. Misschien een pinda. Maar dit is dus het vruchtvlees. Ja. Hè? Hij ligt dus op zijn kant. En hou er rekening mee dat ze dus heen en weer schakelt tussen die twee verschillende tips. Ernie's top. Ja, eigenlijk een topgel zonder plaklaag. Ja, Supreme zou je ook kunnen gebruiken. Oké, kijk. De yellow is yellow. Door die top. Dus dan wordt hij wat transparanter. Mm-hmm. En wat gaan we daarmee doen? En ze werkt zo waar met een klein penseel. Ja. Nou, wat ongebruikelijk. Zal het detailen 1 of 2 zijn, wat denk je? Ik denk 1. Maar dat weet jij beter. Ja, volgens mij is het 1. Maar we zijn nu een beetje aan het highlighten, hè? Ja. Ja, je denkt nu nog bij jezelf van, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Maar de kicksaus komt natuurlijk straks, hè, als je alles samenbrengt. De neon green. Je hebt een beetje zwart. Daar maakt ze een mixje van. Oh, nu gaat ze echt met het... binnenste beginnen. Ja. Ja, het is... Hoe kom je er ook op, hè? Om papaya op een nagel te maken. En dan ook op deze manier. Ik vind dat toch echt wel... Ja, bijzonder. Ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen dat ik nog nooit fruit heb gemaakt op een nagel. Hoewel, wel destijds had je die Fimo-dingetjes. Oh ja. Ja, dat was wel grappig. Ja, hier kon je ook leuk als inlay. De pitjes in het midden? Ja, dat heeft ze dus wet in wet gedaan, hè? Ja. Het gelpolish is ook zo handig om gewoon mee te arten. Ja, ongelooflijk. Ja. Dat moment nog eens zou komen. Ja. En helemaal de gelpolishes die we nu hebben, die zijn zo high coverage, goed dekkend. Dus die zijn echt perfect. Ja. Nou, ze houdt ze naast elkaar, zodat we mooi kunnen zien waar de symmetrie vandaan komt. Een beetje schaduw. En alles heel zacht. Het is echt wel een mix schaduw. Oh, we gaan naar kristal. We gaan naar acrylpoeder. Oké, wat gaan we doen? En topgel. Ja, zoals je merkt, het is voor ons ook soms een verrassing, hè, hoe Julia Vorobieva dit doet. Want het zijn op zijn minst gezegd onwaarschijnlijke combinaties. Ja. Oh, we gaan sugaren. Oké, leuk. Ja. Maar ze doet het ook echt her en der. Ja, ze heeft het een beetje aan de zijkant aangebracht. Ja. Oh, en daardoor wordt het een beetje pastellig is het goede woord niet. Het wordt bijna een beetje aquarel. Ja, geinig. Liner gel en plastic gel.
Oké. Okay. Ja. Dit is de oude plastigel nog? Nee, dit is heel stevig, hè? Ja. Maar die moet je ook een beetje mengen op kleur. Ja. En op viscositeit, dat die wat dunner wordt. Dat zien we dus nu ook gebeuren met een heel klein beetje blue glass en een heel klein beetje topgel. Een beetje een limegroene kleur wordt het dan. Het past dan wel weer heel erg mooi bij die neon green. Ja, ja, het is echt heel mooi. En daar gaat ze dan nu blaadjes mee maken. Blaadje. En ook dat doet ze gewoon met zo'n klein penseeltje. Ja. Nou. Oh, wat leuk zeg. Oh ja, nou natuurlijk, extreem mat. Ik dacht, waar blijft hij? Ja. En liner gel. En yellow en yellow. Oké. Okay. Ja, dit is wel echt zeg maar bijna een stil leven, een 17e eeuw stil leven. Het doet me een beetje denken aan de Gouden Eeuw. Dan kon je ook gewoon kijken naar een fruitschaal en daar gewoon helemaal van in ja, rapture en naar het licht raken. Het val kijken en naar de schaduwen. Maar het is wel heel mooi, dus ik ga nu wel echt heel veel detail aanbrengen. Hè? Het is altijd heel mooi. Ja, het is altijd heel mooi. Maar... Wauw. Waar ik denk, nou een outline is... Het was een hele mooie kleur, hè? Ja. Ja, echt absoluut. Yellow is yellow, weer mixen. En dan ook weer een beetje een highlightje, denk ik. Ja, op de rand. Ja, tuurlijk. Dan mist er nog wel wat, hè? Het is wel echt iedere keer dat je naar het werk van jullie of op je even kijkt, ook vorige week met die Phoenix. Ja. Iedere keer dat je... Dat het is echt een artiest, dit. Ja, maar echt. Ja, leuk zeg. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je zo heel mooi zonnebloemen kunt maken, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Het is een heel, vruchtencocktail. Schattig. Ja, je krijgt er gewoon zin in een stuk fruit. Ja, zeker. Of een cocktail. Of een smoothie. Dat waar, ja. Supermooi, supermooi. Echt een hele scène. Ja, wauw. Echt leuk. Volg Julia Vorobieva op Instagram of op Facebook, natuurlijk. Maar dat doen jullie alvast. Ja. Wauw, echt geweldig.